Al van jongs af aan voelde ik me aangetrokken tot de wildernis. De wind door je haren en de grond onder je blote voeten. De natuur is voor mij een heiligdom. Een plek van rust en herstel. Fotografie biedt mij de mogelijkheid dat gevoel vast te leggen en te delen. Mijn droom is om de Oehoe te vinden en te fotograferen. Foto's die ik maak zijn echt uit mijn gevoel. Ik probeer in ieder geval de foto een eerbetoon te laten zijn aan de natuur. Dus ik zie het ook als een samenwerking. Een van de dingen die ik heel mooi vind is vogels fotograferen. Omdat je dan echte details van een vogel kunt zien die je normaal gesproken eigenlijk niet ziet als je ze ziet vliegen. Vanaf het moment dat ik de Oehoe voor het eerst zag, wist ik dat ik die heel graag zelf ook een keer wilde fotograferen. We hadden via bronnen begrepen dat er in Zwolle een Oehoe zou zitten. Alright, let's go. Dus waar moeten we kijken? Nou, vooral in de naaldbomen. Dus ik ben samen met Cedric die kant op gegaan. We zagen ook mensen met lange lenzen, dus dat geeft altijd een beetje hoop. Vogelpoepjes. Maar ja, ik denk dat uilen grotere flats maken. Het zouden ransuilen kunnen zijn. We hebben daar verder wel rondgelopen, in elke boom gekeken. Zie je wat? Nee. Helaas hebben we daar de Oehoe niet gevonden. Afgelopen weekend ben ik naar Maastricht geweest, naar de Ensie-groeven, omdat ik daar de Oehoe zou kunnen ontmoeten en fotograferen. Voor die informatie heb ik contact gelegd met een gids. Die bestudeert de geluiden die Oehoes maken. Dus een Oehoe-insider. Tijdens de autorit vroeg ik me wel af, gaat het lukken? En wat als het niet lukt? Ik heb 2 dagen en in die 2 dagen moet het wel echt gebeuren, want Maastricht is niet echt om de hoek. In het gebied van de Ensie-groeven heb je een uitkijkpunt. En ik had met de gids afgesproken dat we daar in de buurt kennis zouden maken. En vanaf daar konden we in ieder geval ook al starten. Wij hebben een afspraak vandaag, hè? Ja. Hallo, Hi. Ik ben Marion. Femke. Dag Femke. Leuk. En bent u de mevrouw die de wens had om een Oehoe te zien? Dat ben ik, ja, zeg maar je hoor. Oké, zeg ik je. Dus in dit gebied, aan welke kant heb ik de meeste kans op de uil? Nou, wat we nu gaan doen is het zoeken van het mannetje. En het mannetje dat zit, ik weet niet waar die zit, waarschijnlijk aan de linkerkant. Want wat hij nou doet in deze tijd van het jaar, hij zit op een plekje van waar hij het nest goed kan zien. Want hij moet het nest beschermen. Het nest zit aan die kant in de wand. Het is een best groot gebied. Dus als je dan dat afspeurt door je kijker, dan had zij gezegd, je kan letten op de poep van de Oehoe, dus de witte strepen. Of plekken waar bijvoorbeeld een duif uit elkaar is geplukt. Dus dan zie je heel veel veertjes liggen. Toen ik die veren zag, dacht ik van, oké, nou, kans is best wel aanwezig. Misschien kan ik even met je meekijken. Ik denk hier. Anders maak je gewoon een foto van de wand en dan wijs ik het zo aan. Misschien is dat een idee. We dachten even dat we hem hadden gevonden, maar helaas was dat een nep Oehoe in de vorm van een boomstronk. Vanaf de kiekoet hebben we dus geen Oehoe gezien. Nee. Nee, wens Oehoe. Helaas. Zij heeft heel veel kennis van de uilen. Dus zij wist sowieso een plek waar je de uil kon zien. Het is namelijk start van het broedseizoen. Dus het vrouwtje van het koppel zat sinds een paar dagen op het nest.
En zij wist een plek van waar je dat nest kan zien. Hey, en hoe is die liefde voor de natuur zo ontstaan bij jou? Ik denk dat het eigenlijk al jongs af aan is ontstaan. Dus met mijn ouders gingen we vaak naar het bos. En daar voel ik me gewoon het best. Dus ik ben graag in de natuur. Ook als er bijvoorbeeld iets aan de hand is of zo. Oh ja. Daar kan ik het best ontspannen of mijn hoofd leegmaken. Ja, ik herken dat ook wel. Als ik een drukke dag heb gehad en ik rijd vanuit de stad met mijn hoofd nog helemaal vol hier het gebied in en ik zie die groene bomen en ik hoor de vogels, dan valt alles van me af. En ik denk ook als je kijkt naar de geschiedenis van de mensheid, we hebben eigenlijk altijd in de natuur geleefd. Ja. En pas relatief kort zitten we met z'n allen in die steden. Ja. Dus ik denk dat er van gewoon in ons genen een behoefte is om in de natuur. Het gevoel van, precies ik moet in de natuur. Ja. Ja. Ik denk dat ik hem hier even parkeer. Dus de tweede plek was niet zo heel veel verderop. Er stond een hek, tralies, dus ik dacht oké. Okay. Femke, ik heb je meegenomen naar een ander hoekje van de Oehoevelei. Van hieruit kun je het nest namelijk zien. Oh. Kijk. Je kunt echt niet meer wachten, nee. Hè? Nee. Even kijken, ik zal je uitleggen waar je een beetje moet kijken. Maar zoek maar zelf, misschien vind je het al. Maar het nest waar het om ging was aan de overkant van de vallei. Dus dat was behoorlijk ver weg. Toen was het alsnog een beetje speuren. Je hebt die wand weer met die twee donkere strepen die we net vanuit die andere hoek zagen. Als je de bovenste streep pakt van die twee. En eigenlijk zie je daar ook bij, tussen die vlekken door loopt een horizontale lichte streep, mergelkleur. En die komt in de linker onderhoek van het nest uit. Dat is een uitgehakt vierkant. Oh. Ja, ik heb hem in beeld. Je hebt hem, ja, ik zie het. Cool. Ja, dus toen ik dat haar, dat is het vrouwtje Oehoe, op het nest zag zitten. Ja, dan maakt je hart toch een klein beetje een sprongetje van yes. Ja, het is gewoon bijzonder. Oh, ze kijkt ook met de... Oh, ze ligt te pitten. Ze heeft er ogen toe. Ja, schitterend. Maar de pluimpjes die zijn altijd alert, hè? Ik heb de foto. Maar nog niet zo als ik het liefst zou willen. Ja. Ja, die komt binnen. Dat is leuk. Ja, ja, ja. Ja, dat is leuk. Ja, zeg maar, wat ik bij vogelfotografie mooi vind, die details die je dan ziet. Dat was op deze afstand, kon je dat niet zien op de foto. Ik wil die groeven in. Nou, welkom in het Enzigebied, de Enzigroeven van Natuurmonumenten. Dankjewel. Ik had nog een andere gids benaderd. Die kon ervoor zorgen dat ik de groeven in mocht. Dat kan niet altijd. Dus dan kan je dichter bij de Oehoevallei komen. En zij had ook verder redelijk veel kennis van natuur en de omgeving. De groeven specifiek. Met het idee van we gaan alles eraf als we hier klaar zijn. Zelf dacht ik dat de kans dat ik de Oehoe zou zien vanuit de groeven er was. Kijk, en daar zie je dan nog beter hoe de Oehoevallei eruit ziet van beneden af. Dus dit is de dichtstbijzijnde spot dat we bij het nest kunnen komen? Ja, op dit moment wel. Uiteindelijk bleek dat we eigenlijk niet zo dicht bij de Oehoevallei konden komen. En het nest wat we eerder hadden gezien was ook om de hoek. Dus die konden we sowieso niet zien vanuit de groeven zelf. Nou, we kunnen dus inderdaad niet dichter bij dit oehoepaar komen. Dan verstoren we ze te veel. Maar dit gebied is uniek, want we hebben twee oehoeparen dicht bij elkaar. Dus we hebben dit paar waar we dus helaas niet dichterbij kan komen. Maar we kunnen kijken of we daar zo meteen, als we daar de hoek om gaan, het tweede paar kunnen vinden. Die zijn lastiger te vinden. Maar we gaan ons uiterste best doen natuurlijk. Dus de kans om dan nog andere oehoes te zien was best wel weer even aanwezig. Ik dacht, yes, nieuwe kans. Of nog een kans. Het
was in een andere wand, dus aan de andere kant van de groeven. Waar je allerlei gangen hebt van de industrie die daar gemaakt zijn. En daar zitten ze regelmatig. Dus opnieuw met de kijker alle gaten afspeuren. Kijken voor die specifieke plekken, die vogelpoep of de plukplaatsen. 3 keer overnieuw. Maar ook helaas daar geen oehoe te zien. Tenminste, ik heb het niet gevonden. Einde van de dag had ik dus niet mijn perfecte plaatje van de oehoe geschoten. Wel oehoe op de foto. Maar het liefst had ik een andere foto gemaakt. Dus het was een mix van gevoelens. Aan de ene kant heel blij dat ik de oehoe nu gespot had. Aan de andere kant een klein beetje teleurgesteld, omdat we niet dichterbij een oehoe konden komen. Hey. Hey, darling. Was het bij jou? Ja, was superleuk. We zijn dus in die Ensiegroeven geweest. Ik heb de uil gezien. Yes. Wel een beetje ver weg. Het was het vrouwtje en die zat op een nest. Oké. Dus eigenlijk wil ik dan morgen nog een keer gaan. Mm-hmm. En ik heb natuurlijk statief en extender meegenomen. Dus even kijken of daar iets mee kan. Ja. Kijken of ik met zonsopgang daar weer kan zijn. Mooie zonsopkomst, maar wel veel bewolking. Dus qua licht wat meer een uitdaging. En ik had ook nog het plan om juist heel vroeg te gaan vanwege het feit dat uilen nachtdieren zijn. Eigenlijk hoopte ik op wat uilenactiviteit. Misschien dat het mannetje of eventueel zelfs het vrouwtje rond zou vliegen. En toen ik daar aankwam, toen was daar het gat waar het nest in zit. En daar lag een bruin hoopje. Dus het kon zijn of een slapende uil of een dode uil. Het was niet helemaal duidelijk. Verdwenen. Ja, dus dat was wel even balen. Maar goed, het was nog heel vroeg. En in de tussentijd kan ik altijd op zoek gaan naar het mannetje. Misschien dat ik die ergens nog kon spotten. Dus ik wachtte. En uiteindelijk kwam zij toch een beetje omhoog. Dus die pluimpjes kwamen weer even tevoorschijn. Maar verder bleef ze wel weinig actief. Beetje hetzelfde als de dag ervoor. Nou ja, ietsje dichterbij, maar verder nog steeds heel ver weg. Dus nog altijd niet de gedetailleerde veren waar ik eigenlijk op gehoopt had. Dus voor mijn gevoel kan ik de droom wel en niet afvinken. Aan de ene kant wel, want ik heb natuurlijk de oehoe gezien. En ook op foto. In die zin zijn foto's eigenlijk een soort dagboek bijna. Omdat je altijd, als je zo'n foto ziet, dan zit daar ook de herinnering achter van wat heb je toen meegemaakt, waar was je. Soms ook het gevoel, de omstandigheden van dat moment. Waar je zelf bent in je leven op dat moment, dat zit er allemaal achter en aan. Ja. Dus als ik deze foto later nog een keer terugkijk, dan is het voor mij gewoon een mooie herinnering aan een bijzonder avontuur waarbij ik interessante mensen heb ontmoet, een mooie omgeving leren kennen en natuurlijk de oehoe ontmoet. Zo is het met fotografie eigenlijk voor mij altijd. Het gaat meer om de reis dan om de bestemming.